Wist je dat Mega Food Stunter tot wel 75% goedkoper is dan de goedkoopste supermarkten? Bespaar op uw boodschappen en bestel diepvriesproducten zoals brood, groente en fruit, vlees, vis, snacks, pizza en nog veel meer met hoge kortingen. Al onze producten zijn van topkwaliteit en worden 6 dagen per week gratis thuisbezorgd. Onze heerlijke producten bestelt u eenvoudig en snel via onze website. Met Mega Food Stunter profiteert u dus altijd van de laagste prijs, hoogste kwaliteit en altijd gratis bezorging. Mega Food Stunter. Welkom bij de allergoedkoopste. En scheidsrechter Kroesen heeft het beginsignaal gegeven voor de bekerwedstrijd tussen ASV Dronten en SDC Putten. Twee teams dit jaar uitkomend in de eerste klasse. Nu overtreding van Karahazanovic. Komt de bal erin gekruld, wordt even weggekopt. Bal nog niet weg, maar nu komt hij de handen terecht van Verlana's. Overtreding. Nee, mag doorgaan, zegt scheidsrechter de Kroesen. Bal voor. De bal erin gedraaid. Inkoppen van Florijn Diepstraat. Bouwman. Verlana's. Ja, ook weer zo'n slordige bal. Dat is de tweede keer al. Ligt. Hier wat. Krijgt een duw, maar voordeel voor SSC Putten. Van Zelm. Komt de bal voor. Een beetje hard. Maar Putten blijft toch in balbezit. Nu met Veenendaal. En dat wordt dus ook. Bal even weggekopt. Veenendaal kan weer oppakken. Ja, schiet dan tegen zijn tegenstander. Dan moet hij zelf herstellen. Doet hij ook. Van Ark. Bouwman. Terburg. Bal een beetje naar de linkerkant toe. Nu bij Kevin Smit. Smit handig om zijn man heen. Nu de tweede. En dat is niks. Nu ASV Dronten eventjes, maar snel hersteld in de verdediging van SSC Putten. Wieringa, balletje binnen door, buitenspel van Veenendaal. Wieringa, Veenendaal, Verlana's. Even doorgetikt door Kevin Smit. En dan nu Karasnovic bijna, omdat de bal een beetje langzaam of te zacht. Bouwman met vrije trap, maar is zich teruggekopt door Laurens Brouwer op zijn doelman. Nou, misschien nu een mogelijkheid. Ja, Jody de Boer maait volledig over de bal heen. Balletje goed binnendoor. Geen buitenspel is dit van Kevin Smit. Ja. Dan kan Diepstraat toch de bal overnemen en weer voor proberen te zetten. Nu een mogelijkheid met de schot, maar de schot dat wordt geblokt. Nogmaals een schot, maar die gaat ver over het doel heen. Dan weer overnemen, nu met Veenendaal. Wieringa. Ook dit is slordig uitverdedigen. Komt de bal voor en de kans. Maar ja, ook de bal niet goed geraakt. Keeper half. Bouwman, dan maar naar de zijkant. De kant. Smit moet dan snelheid maken om de bal binnen te houden. Dat doet hij in ieder geval. Smit. Er is weinig hulp. Nu wel van Ark. Van Ark, één man kwijt. Moet er een goede voorzet komen. Probeert de achterlijn op te zoeken. Komt de bal voor, maar is er weinig hulp. En dan kan Brouwer rustig de bal op zijn borst nemen. Rustig met de bal terug. Telgen, nog verder terug naar de Brons, die midden weer opzoekt. Breukelman. Schols laat de bal een beetje van zijn voet springen. En dan is er een overtreding gezien. Butter. Van Zelm. Ja, levert ook zomaar in.
Nou, nu de mogelijkheid voor Lichtenberg en die scoort niet. Mijn zoon heeft verbeuren. Dat is een overtreding van Bouwman. Nou, er rond er nog een keer, balletje weer door. Nou, misschien nu een mogelijkheid, moet de bal goed voorkomen. Of schiet maar eens. Maar ja, dan wordt de bal aangeraakt. Nou, kijken of dit toch wat op kan leveren. Met nog 3 minuten te spelen en iets extra tijd komt erbij. Kopbal, en die wordt voor de lijn weggehaald. Snel de inworp genomen, Scholz. Dan het uitverdedigen. Nou, komt de bal erin gekruld. En dan een goede redding van de doelman. Binga kan rustig de bal achterin meegeven. Telgen. Balletje rustig aan de breedte kant. Nou, de scheidsrechter fluit al voor rust. De tweede helft is eerst begonnen. Zo te zien geen wissels. En kijken of er nog een winnaar uit gaat komen in dit duel. Terwijl Unicum voorstaat tegen Batavia met 0-1. Jefta van der Broek is erin gekomen, zie ik nu. Nu buitenspel. Nee, geen buitenspel, zegt de grensrechter. Nou, dan toch een aardige mogelijkheid. Dan een goede paas aan de linkerkant. Veenendaal. Ja, slordige voorzet, maar er wordt de bal tot hoekschop verwerkt door Veldman. Omdat Dronten zich even massaal terugtrekt. Komt de bal erin gekruld, wordt weggekopt, opgevangen. Schot wordt geblokt door Jordi Scholz. Terburg kan weer overnemen. Bal richting Hiewald, maar die staat buitenspel. Rechts zou gekund hebben, maar nu niet meer. Ja, nu toch een keer als Stijn van Ark vertrekt. Van Ark, voorzet. En dan eigen goal! Nee, daar zit nog het voetje tussen van Kevin Smit. En zo komt Putten in de 48e minuut op een 0-1 voorsprong. Komt de bal erin en een doelpunt! Nee, gaat net naast het doel. Nou, daar zit Bouwman even tussen voordat de bal bij Timmer komt. Scholz, balletje binnendoor. Nu is het buitenspel. Ja, maar doorgaan van de scheidsrechter terwijl de grensrechter toch met de vlag in de lucht staat. Vanaf de rechterkant van het veld komt de bal erin gekruld. En de kopbal die net over het doel gaat. Veldman. Ja, er is weinig hulp. Wel oppassen. Een beetje moeilijke kopterugbal van Wieringa. Veldman bij hem. Nou, Kevin Smit. Hier wat. Moet naar de zijkant. Hij probeert het zelf binnendoor. Nou, het schot komt op de vuisten terecht van Wieringa. Nu kan ASV Dronten eruit komen. Alleen Bouwman zit er weer tussen. Dan een overtreding op Bouwman. Steekballetje binnendoor. Wordt eruit gehaald. Nu gaat het goed. Geen buitenspel van Kevin Smit. Smit, wat kan hij dan? Schot wordt geblokt. Dan Lichtenberg. Nu wat ruimte aan de linkerkant van het veld. Blijft de speler van Dronten van Putten geblesseerd liggen. Bouwman zit er even tussen. Vranas. Met de uittrap. Met gelukje bij Hiewald. Smit. Van der Broek. Balletje binnendoor. Nou, zit hier misschien nog wat in. Moet er nou geschoten worden? Nou, het schot, ja, die gaat erin ook. Ja.
En dan wordt het in de 62e minuut 2-0 voor SSC Putten. In de 62e minuut wordt het 2-0 voor SSC. Smit. Ja, hij moet geven. Meteen naar links. Nu is geen buitenspel. Hier wat. Hier wat met de 3-0. Hier wat met de 3-0. In minuut 65. En dan gaat het wel heel hard. Van den Broek, bal goed doorgespeeld naar Joshua Driehuis. Voorzet. Kevin Smit. Schot open. Nee, de doelman zit er met zijn hand nog bij. Ja, duwfout. Krijgt Dronten de vrije trap. Hoertink. Komt de bal maar eens in. En het schot gaat toch vrij hoog over het doel heen. Komt de bal erin. Smit even terug, maar niet goed genoeg. Kasmi door het midden, daar is de druk. Wieriga leidt een balverlies. Kasmi herstelt dat weer. Bal naar de rechterkant, Veenendaal. Veenendaal. Bal voor. Driehuis. Even naar Terburg. Ja, die bal gaat ook huishoog over de doel. Wieringa probeert met de lange bal, maar er weet niemand te vinden. Nou, met de gelukkig komt hij dan toch bij Driehuis terecht. Jefter van den Broek kan de bal niet in zijn bezit houden. Moet de bal wel binnengehouden worden, anders is het een hoekschop. Ja, levert in bij Jefter van den Broek. Wordt vastgehouden, dan een tackle van achteren. Probeert het binnendoor te doen. Van der Stoel. Van der Stoel nog een keer, tussen twee man in. Leidt dan balverlies. En dan kan Putten eruit komen. Die moet snel gaan, moet die snel gegeven worden. Dit is geen buitenspel. Driehuis stond dat wel net. Nu is het wel goed. Kasmi, maar die houdt in. Nog 5 minuten te spelen. Kevin Smit. Stijn van Ark, Jefter van den Broek, handig bij zijn man gedraaid. 1, 2, 3 man kwijt, dat doet hij goed. Nu de voortzetting, Joshua Driehuis, komt hij met de goede voorzet. Nou, de voorzet komt er, de kopbal erin. Maar ja, daar zit weinig kracht achter en dan kan... Balletje door het midden, Kevin Smit. Joshua Driehuis. Nou, kan hij dan met de goede voorzet komen? Terug naar Nouvel Kasmi. 1 man kwijt, 2 man kwijt. Nu het vervolg nog, Smit. Bal naar de linkerkant, mag doorgaan. Driehuis. Kasmi. En dat is een penalty, hij wordt omver gekegeld. Nou, wordt het dan nog 4-0? Ja hoor, het wordt 4-0 in de 90ste minuut. Een bekende van ons, nummer 6, Vincent Terburg. Nu mag Verlanas nog een keer de bal in het spel brengen. En dan denk ik dat het een einde is aan deze wedstrijd. Dat zegt ook scheidsrechter Kroeze. En ze wint SSC Putten dit bekerduel tegen ASV Dronten met 0-4.